Vitesse 5-1 werden in november. En dan mist Vitesse sinds de winterse transferperiode ook nog eens smaakmaker en doelpunt te maken vooral ook. Miljan Manhoef. Er kwam wel wat voor terug, deze Max Meerdink mag gelijk in de basis beginnen. Ja, alles of niets is meestal een leus die pas tegen het einde van de wedstrijd de kop opsteekt. Zal voor Vitesse meer in brede zin gelden, alles of niets. Adekanje. In de handen van Room. Door Cornelis, een beetje op goed geluk. Naar voren en dan botsing. Tussen de recht en Kramer. Kramer natuurlijk al voorzien van de tulband. Het voorhoofd van Kramer tegen de zijkant, een beetje achterkant van het hoofd van de recht. Nu een tulband om de tulband heen. Volgende botsing. Nu Van Ginkel het slachtoffer. Het is een enorme optater die Van Ginkel daar krijgt. Hij is zo groggy. En ja, daar inderdaad gehavend. Dat Marco Van Ginkel niet verder kan. En weer herstelde Kozlowski. Gaat in de ploeg komen. En even onrustig nu bij Go Ahead. Dat ook de bal kwijt is. Marcus slingert hem voor. Daar is Meerdink. En de Lange. Daar was hij echt voor het eerst. Terecht. Nog meegegeven. Meerdink. Ik moet die bal naar Boutra. Meerdink doet het zelf. En tegengehouden door de Lange. Voordat die bal over de lijn was. Schot gekraakt door Amova. En dan is dit de knappe redding van de Lange. Deze schiet door. Daar is Oliver Edwardsen. Daar komt de goal voor. Go Ahead. Eerder bij de bal dan Room. En net na een fase waarin Vitesse wat sterker lijkt te worden, wat kansen krijgt, pikt Oliver Edwardsen deze bal op. Die precies tussen de verdediging en Room invalt. Keeper twijfelt, Edwardsen niet. Dan gaat hij om Room heen, die dit toch ook wel enigszins aan mag rekenen. Edwardsen erlangs. Daar is Willemsson. Die had de 2-0 op zijn schoen. Maar met die schoen maait hij bijna volledig langs de bal. Weer zo'n bal richting Oliver Edwardsen. En weer zie je Room gebaren richting zijn verdedigers van hoe kan dat nou? Het gebeurt niet vaak dat hij wedstrijden mist bij Go Ahead. Bas Kuipers. Moussa. Nog een keer Hajj Moussa, dan blijft die bal liggen en claimen drie Vitesse-spelers hands. Is de arbitrage hier op het veld daar vooralsnog niet van onder de indruk, maar zegt Kooi wel even wachten. Nou, het is zijn onderarm. Logisch dat daar geen penalty voor volgt. James weggelopen uit de rug van Hajj Moussa. Kus moet in de achtervolging, maar die komt een beetje laat. Die bal zeilt nog richting de verre hoek. En dwingt Eloy Room tot een redding. Boutra. Probeert het zelf, losgelaten door de Lange, rebound en Nauber
die er voortduikt. En Meerdink die weer om steun van het publiek vraagt in de jacht op het doelpunt. Kramer, zwaar gehavend. Met meerdere hechtingen en plakkertjes. Moussa met de corner, nu de kopbal van Hendricks. Is geen fantastische kopbal. Komt hem wel naar de grond, maar hij stond zo vrij dat hij hem ook wel rechtstreeks gewoon hard op doel had kunnen koppen. Misschien wel had moeten koppen. Breeuw stuurt Baten de diepte in. Willemson vraagt al om de bal in de doelmond, maar Baten is nog onderweg. Ja, dit is goed gedaan. Lindhorst met een behoorlijk vrije schietkans. Het blok van Issimat Mirren houdt Vitesse in de wedstrijd. Breeuw. Zo. Stukje naast. Issimat Mirren. Dan heeft Go Ahead toch vier man voorin. Breeuw geeft hem mee. De korte hoek. De poging van Baten. Maar daar lag Roma. Bal blijft binnen. Bal blijft ook in het bezit van Go Ahead. Zo. Wat is dit nou voor een krankzinnige overtreding van Willemson? Die gaat er vanaf, denk ik, ja. Wat een oliedomme overtreding. Ja, echt krankzinnig. Vol op het been bij Kozlowski. Intussen heeft Vitesse de bal alweer ingeleverd. Dan is het 3 tegen 2. Komt hier Breum. Met de 0-2. Ja, Go Ahead gaat winnen in Arnhem. Willemson verliest het hoofd in de slotfase. Maar Breeuw zorgt ervoor dat Go Ahead definitief met de 3 punten terug naar Deventer gaat. Vitesse Go Ahead Eagles eindigt in 0-2.